Dames en heren, hartelijk welkom bij Los Politiek. Mijn gast vandaag is Bram van Goor. Hij is raadslid voor de staatkundig gereformeerde partij, oftewel de SGP, in onze mooie gemeente Bunschoten. Bram, hartelijk welkom. Fijn dat je er weer bent. Een hele tijd geleden. En ik denk dat het goed is dat we weer eens even bijpraten. Heel goed idee. Oké, okay, ja, welkom. Dank je wel. Ja, eerst maar even terugkijken. We zitten nu 2 jaar, jullie zitten nu 2 jaar in de raad. Hè? En hoe kijk je nou terug op deze eerste 2 jaar? Kun je dat eventjes aangeven? Ja, dat wil ik wel even graag doen. Ja, weet je, wat mij opvalt in ieder geval aan het raadswerk is dat het vol zit met uitdagingen. Hè? Zo wilde ik het maar eventjes formuleren. Ja. Als je ziet hoeveel onderwerpen er zeg maar voorbij komen. Maar vooral ook zeg maar, het aantal de verschillende organisaties waar je mee te maken hebt, de verschillende mensen, noem maar op. Hè. Het is heel divers en heel bijzonder, kan ik eigenlijk wel zeggen. En daarnaast is het natuurlijk zo, hè, dan mogen we ons gelukkig in prijzen dat we gelukkig nog een tweemansfractie hebben, althans met 2 raadsleden in de raad zitten. Gelukkig ook nog een aantal burgerleden hebben die ons goed ondersteunen. Ja. Maar goed, we willen toch ook als SGP-fractie inhoudelijk meedoen op veel onderwerpen. En dat betekent toch wel flink aanpoten. Ja. En nou ja, goed, dat is niet iets om zielig over te doen natuurlijk. Hè, maar wij vinden wel dat binnen de SGP in zijn algemeenheid, maar zeker ook bij ons in de fractie in Bunschoten, dat dat we in die zin zeg maar onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik heb het wel vaker in deze setting gezegd. Hè. Uiteindelijk is het ook met het politieke werk zo. Dat geldt ook voor iedereen uiteraard. Hè, dat we ook nog eens een keer daar verantwoording over af moeten leggen. Ja. Niet alleen naar onze burgers, maar ook naar de Heere God. Ja, dus, ja inderdaad. En die 2 jaar terugkijkend, hè? Ik denk, wat haal je dan uit, zeg maar ook, zit er ook een stuk leerproces voor jezelf in? Heeft dat erin gezeten, die 2 jaar? Zeg je van, ik word wijzer, ik word verstandiger, ik kan beter, hè? Even in die richting. Ik word er wel grijzer van, grijzer, heb ik het idee. Dat zeker. Ja, nee, er zit wel een ontwikkeling in. Ik moet eerlijk bekennen dat zeker in het begin, hè, het allemaal toch vooral ook spannend is. Hè. Ik bedoel, ook een interview op de televisie, dat is ook geen dagelijkse kost natuurlijk. Hè. En je merkt dat je in het politieke bedrijf ook wel steeds beter ingeburgerd raakt. En dat komt enerzijds natuurlijk omdat onderwerpen natuurlijk wel eens wat vaker terugkomen. Dus je neemt dat bagage inmiddels mee. Ja. En dat werkt allemaal wel positief. Absoluut. Nou, even kijken naar de samenstelling van jullie fractie. Jij hebt gekozen voor de commissie samenleving. Hè? Is dat een bewuste keuze geweest? Dat kun je wel stellen, denk ik. Goed, heel veel keuze is het niet, hè? Want je hebt 3 commissies en je moet ze met elkaar verdelen. Ja. Maar wat mij vooral in de commissie samenleving aanspreekt, dat is het feit dat er natuurlijk, zeker hè, toen met de verkiezingen nog, belangrijke ontwikkelingen eigenlijk hè, voor de gemeenschap op stapel stonden. En ook nog staan, hè, want de participatieonderwerpen die zijn gelukkig al wel wat op gang gekomen, maar die zijn zeker nog niet af. Ook de ontwikkelingen rond de RWA, hè, met mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook zaken als het masterplan, hè, het museumhaven. Ja, komen we straks nog eventjes op. Zijn wel onderwerpen die de maatschappij, hè, onze samenleving raken. Het zijn ook vaak wat complexere, langdurige dossiers. Hebben volle betrekking op onze mensen, zeg maar. En, ik denk dat me vooral boeit en daardoor ik voor de commissie heb gekozen, deze commissie heb gekozen. Ja. Nou, hoe kijken jullie nou zeg maar, hè, er is dus een coalitieakkoord, hè, er is een coalitie van ChristenUnie en CDA. Hoe kijken jullie nou, want jullie zijn oppositiepartij, hoe kijken jullie nou zeg maar naar het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan?
Ja, kijk, als we kijken naar de verkiezingen nog eventjes, hè, dan, ja. dan is duidelijk dat het CDA, en ik, of ChristenUnie en het CDA, hè, in feite denk ik toch inderdaad de partijen zijn geweest die, die samen dit, dit college en de coalitie hebben, hebben moeten vormen. Ja. En nou ja, die voeren ook met verve zeg maar, het, het coalitieakkoord uit. Nou, het, het mooie, want daar zijn we op zich als SGP natuurlijk ook best wel, wel dankbaar voor, is dat, dat hele, de coalitie, hè, als je in het college ook kijkt, zeg maar, het bestaat uit wethouders en een burgemeester, hè, die ze toch allemaal christen noemen. Ja. En ik denk dat dat toch wel iets, iets hè, dat is toch wel heel bijzonder voor een gemeenschap ja. En zeker ook voor Bunschoten. Ja, dat, dat biedt, zo zien wij het als SGP, ook, ook kansen en ook wel bedreigingen, denk ik. Hè? Want, nou, ik noem maar even een voorbeeldje als het gaat over een kans. Pas nog in de commissie samenleving, naar aanleiding van het opheffen van het CEG. Het punt rond, rond de abortus, hè, het verschrikkelijk ja. onderwerp abortus, nog even aangehaald. Waarbij... waarbij ja, jaarlijks meer dan 30.000 kinderen worden vermoord. En ook, ook vandaag weer, hè, 125. Hè, dat, ja. dat is toch de verschrikkelijke realiteit. En, ja. Ja, wij als SGP zouden toch heel graag zien dat bijvoorbeeld zo'n christelijk college, als wij kennen, daarin toch ook een stap zou zetten. Door bijvoorbeeld, als het om, om voorlichting gaat, hè, als, je, als er toch blijkbaar mensen in een situatie komen die... in, waarbij ze ongewenst zwanger zijn, om dan toch informatie te verstrekken of te verwijzen naar organisaties die, die echt vanuit het leven, als het ware, zeg maar, dat advies willen geven. Ja. En niet een organisatie als de FIOM, die ja, wat ons betreft zeg maar, eigenlijk de vrouw met name en het recht van de vrouw alleen maar voorop stelt. Ja. 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 Dus ja, dat zien we dus als een kans die, waarvan we hopen dat het college die nog eens pakt. Hè, omdat, omdat de taken, hè, want het staat nu op de site van het CEG nog, de taken die zijn overgeheveld naar, naar de boei. En de gemeente die, die maakt afspraken ja. met de boei. En we zouden heel graag zien dat, dat ze daarin hun verantwoordelijkheid pakken. Ja, ja en bedreigingen. Als ik daar even kort iets over mag zeggen. Kijk, nogmaals, hè, we zijn blij met het feit dat we een christelijk college hebben. Ja. Maar er zijn misschien toch ook wel beslissingen genomen die, ja, die sommige dingen misschien ook wel, hè, wat, die voor sommige zaken misschien toch ook wel een bedreiging zijn. En we hopen dat we dan met elkaar kritisch op blijven en dat zo kunnen sturen dat dat toch... ja, dat die bedreiging, en dan doelen we met name op de zondagsrust, hè, dat we die ook voor langere termijn kunnen borgen. Ja. Vind je met andere woorden dat zeg maar, het college wat meer principieel christelijk moet zijn in dit soort dingen? Ja, dat is denk ik wel de visie die wij als SGP, of, wat wij als SGP graag zien. Ja. Ja. En ja, kijk, nogmaals, het college hè, bestaat uit christelijke partijen. Als je kijkt naar de samenstelling van de raad... Ja. De raad heeft, de coalitiepartijen hebben ook vorig jaar nog heel duidelijk ook aangegeven waarvoor ze staan, wat dat betreft. Dus ik zou zeggen, nou, laten we dat dan ook oppakken. Oké. Nou even kijken van, ja, coalitie hebben we, maar jullie zijn oppositiepartij. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen, je hebt dat ook al wel genoemd. Hè? En is het nou zo, kiezen jullie nou de ene keer de kant van de coalitie of... de andere keer de kant van de oppositie, of kies je beide? Ja, ik zou het niet zozeer een kwestie van kiezen willen noemen. Kijk, de SGP is een partij die zich altijd constructief wil opstellen. Ieder onderwerp, zeg maar, ook op zijn voor- en tegen, zeg maar, beoordeelt. En, ja, en dat betekent dat dat ene keer we een plan, zeg maar, ja, niet kunnen steunen. Ja. Ik noem bijvoorbeeld recent nog het sluiten van het overlaatstation voor de ondernemers. Ja. Toen hebben we samen met de VVD en de SVP daartegen gestemd. En andere keren dan komen we tot de conclusie dat we een plan wel kunnen steunen. En dan zie je bijvoorbeeld dat de VVD, en in dit geval was het ook geloof ik weer de SVP, tegenstemde. En dat... en wij dus voor, en dat had dus betrekking op het milieuprogramma voor de komende jaren. Ja,
Ja. He, dus ja, ja, we kijken echt puur naar de onderwerpen. Ja. En ja, sluit helder. Op aan. Ja, nou even iets over je fractieberaad. Hè. Jullie houden natuurlijk ook fractieberaad. Hoe gaat dat? Hoe verloopt dat bij jullie? Is dat open? Is dat sla je wel eens met je vuist op tafel? Hoe gaat het fractieberaad? Nou, je zult me misschien inmiddels wel een klein beetje kennen dat ik niet echt de man van de vuist op tafel ben. En dat heeft met zo'n fractievoorzitter die een kop groter is, daar zelf ook niet zo heel veel, maakt niet zo heel veel indruk, denk ik. Nee, die is groot genoeg. Ja, die is groot genoeg. Ja, nee, we maken gelukkig wat dat betreft geen niet dat soort extreme dingen mee. Nee, het is verder gewoon, we overleggen met elkaar. Hè. We nemen gewoon de agenda's door, zoals die voor de commissies op stapel staan. We hebben altijd dus een fractievergadering voor de commissies en een wat kleinere overleg voor de raadsvergadering. En dat vindt in een open, eerlijke en wat ons betreft ook transparante wijze plaats. Hè? Want de gordijnen zitten nooit dicht van de vergaderzaal waarbij we zitten. Dus men kan van buiten zien dat we er zitten en dat we er ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Dat gaat goed. Wat dat betreft ben je ook welkom om eens een keer daar kennis van te nemen willen. Dus in die zin zie dit als een uitnodiging. Ja. Okay. Ja. Ja. Nou, dan gaan we even naar, zeg maar, er is een cyclus van waar jullie de laatste tijd mee bezig geweest zijn, zeg maar binnen de commissies en ook binnen de raad. Hè. Nou, ik heb er een aantal en die wil ik toch aan je voorleggen. Eerst maar even die verordening van die burgerparticipatie, hè, sociaal domein. Hoe belangrijk is dat nou voor de burgers dat dat gebeurt? De verordeningen op zichzelf, hè, dat is eigenlijk een verdere uitwerking, hè, het concretisering van wat er wettelijk, zeg maar, is bepaald. Hè. Dus daar staan gewoon concrete dingen in waar een burger eventueel recht op heeft of zaken waarin uitgelegd staat hoe dingen functioneren, zeg maar, hè, hoe je dus bijvoorbeeld een aanvraag moet indienen en waaraan het moet voldoen en door wie het getoetst wordt. En dus een verordening is in die zin, zeg maar, niet meer en niet minder dan de concrete invulling van een stuk wetgeving. Mm. En is op zich natuurlijk wel belangrijk, want daar zitten de spelregels in. Waar je als burger aan moet voldoen en waar ook het college aan moet voldoen, zeg maar. Waarmee gewerkt moet worden, inderdaad. En dat is helder en duidelijk geformuleerd en neergelegd, ook voor jullie? In principe wel, zou ik bijna willen zeggen. Hoewel in de laatste cyclus, hè, de laatste commissie en raadsvergadering, nog wel op de puntjes en de kommaatjes is gedebatteerd. Maar in principe is het goed verwoord en begrijpen we ook heel goed wat er staat. Gelukkig wel, ja. Okay. Ja. Nou, een hele andere, dat is de procedure rond de privatisering van de pond op Eemdijk. Er is in de commissie en ook in de raad van, dit is een olifantendracht, dat duurt al anderhalf jaar. En college, hoe is dat nou? Hè? Hoe zit de SGP daarin? Hoe zitten jullie daarin? Ja, er ligt dus een motie op tafel, hè, waar het college eigenlijk uitvoering aan geeft. Dat dan blijkbaar nu al zo'n 15 maanden duurt. Ja. Maar die motie is niet door de SGP gesteund. Wij waren de enige fractie die dus tegen die motie waren. Want die motie die riep op om te onderzoeken, hè, wat de mogelijkheden waren om het pontje te privatiseren. Ja. Nou, wij zijn tegen de privatisering van de pont op Eemdijk. Wij zien het echt als een stukje cultureel erfgoed wat echt bij Bunschoten, wat bij Eemdijk hoort. Ja. En wij zien grote gevaren aan het privatiseren van het pontje. Ja. In de eerste plaats zit er het gevaar in dat als een partij die het overneemt het niet rendabel krijgt, dat hij het misschien afstoot. Of erger nog, zelfs misschien de zondag ook gaat gebruiken om meer inkomsten te verwerven. Ja. En wij zouden dat zeer, zeer betreuren als dat zou gebeuren. Dus ja, dit is een van die maatregelen, een van die besluiten, zeg maar, waarvan wij zeggen, ja, dat moeten we niet, daar staan wij als SGP in ieder geval niet achter. Nee. Nou, heeft het college in de beantwoording gezegd van, we gaan straks de raadsleden een aantal vragen voorleggen of voorstellen doen. Ja. Wat vind je daarvan? Zal dat iets uitwerken dan? In die keuze?
Ja, nou, waar het college mee gaat komen, dat weten we eigenlijk nog niet. Hè? Nee, nee. En of er een beslissing aan de raad komt om daar een keuze in te maken, ja, dat moeten we nog eventjes afwachten. Kijk, wij als SGP nogmaals vinden dat het pontje dus gewoon in handen, hè, dat de situatie eigenlijk moet blijven zoals het nu is. Ja. Nou, van het kleine pontje naar de wat grotere botters. Dat museumplan voor het masterplan museum de haven, hè, van het behoud van de botters, zeg maar. Hoe kijken jullie daarnaar? Hè? De zorgen over het voortbestaan zijn, er is zo'n masterplan ontwikkeld. Ja. Van hoe kijkt de SGP daarnaar? Wat vinden jullie daarvan? De zorgen die delen wij. Hè? Want het is duidelijk dat de eigenaren van de bottersen, die worden ook, hè? Ja. Die worden ook uiteraard ouder. En het is gewoon een reëel punt dat de opvolging, hè, dat een probleem is. En we hebben dus ook al een aantal botten zien vertrekken vanuit de haven. Dus, het is natuurlijk niet mooier, hè, zoals we op de achtergrond zien, zeg maar, een haven vol botten. Hè. En dat moeten we dus, kosten wat kost ook bijna willen zeggen, maar we moeten daar natuurlijk ons best voor doen om dat te behouden. Ja. Dus wij hebben in principe als SGP, voor het masterplan bouwt museumhaven gestemd. Omdat we denken dat het een goed plan is. Hè. Tenminste, het is een geïntegreerd plan waarin alle facetten die van belang zijn voor de bouw van, niet alleen van de haven, van de botters, van de werf, noem maar op. Hè. Dat wordt goed met elkaar en ook geïntegreerd zijn maar opgepakt. We hebben wel onze, ook in de gemeenteraad bij de behandeling van het voorstel, wel onze bedenkingen meegegeven. Waarbij wij nog weer gepleit hebben, zeg maar, voor verwachtingsmanagement. Ja. Dat is een mooi woord om duidelijk te maken naar mensen toe en vooral naar de toeristen toe van hoe het hier in het dorp eraan toe gaat. Ja. De burgemeester heeft gelukkig in zijn nieuwjaarstoespraak daar ook aan gerefereerd. Ja. Dus daar zijn we op zich heel blij mee. We hopen ook dat de city marketing, zeg maar, dat signaal ook oppakt en daar ook serieus werk voor maakt. Om nogmaals aan te geven, jongens, wij werken hier keihard 6 dagen. Maar de 7e dag die gebruiken wij om te rusten. Ja. Ja. Die kanttekening hebben wij duidelijk geplaatst bij het masterplan. Ja. En we hopen met het geld dat wij als raad en in feite ook als opdrachtgever voor dat plan, dat het geld goed besteed wordt en mag leiden tot een organisatie die ook naar de toekomst toe het behoud van de botters kan borgen. Ja. Ja. Want het gaat er natuurlijk ook in principe om geld te genereren, hè? Om zeg maar en de botters en het onderhoud, om dat straks te kunnen betalen. Ja, precies. Het gaat erom dat we inderdaad middelen, fondsen, zeg maar, aanspreken om geld bijeen te verzamelen. Om die botters in feite eigenlijk om die eigenlijk op te kopen. Hè? En daarmee, zeg maar, lang, voor de toekomst eigenlijk het behoud van die botters te bewaren voor de gemeente. Ja. Maar ook natuurlijk het plan rond onderwijs eromheen, hè, om die vaardigheden voor het onderhoud van die botters te bewaren. Dus educatie, Spakenburg in de beeldvorming, hè, ook belangrijk. Hè, het is natuurlijk een prachtig plaatje. Het is een plaatje. Hè? Prachtig plaatje, ja, absoluut waar. Ja. Een hele andere, daar hebben jullie nogal wat behoorlijk mee in de clinch gelegen met de wethouder. Dat is de toewijzing van de huurwoningen aan mensen vanuit de regio. Eerst onze eigen mensen en dan anderen. Bram? Je noemt dat helemaal, maar in feite is dat niet eens zo'n heel gek punt. Want we hebben dat ook gezegd rond het bestemmingsplan voor Eemdijk Oost. Ja. Eerst Eemdijkers en dan eventueel anderen. Ja, anderen. Ja. Ja, nou ja, goed. De SGP stelt zich inderdaad wel wat dat betreft een beetje behoudend op, om het maar even zo te zeggen. Omdat wij vinden dat inderdaad toch wel een belangrijk punt is. Kijk, we zijn, zeg maar, in dat convenant gestapt, zeg maar, voor die woonruimteverdeling.
waardoor zeg maar, het aanbod van onze huurwoningen op een site wordt gezet waar de hele regio zeg maar, uit kan kiezen. Yeah. Dat is een veel actiever aanbieden van woningen als dat zeg maar, in het verleden gebeurde. En de wethouder geeft aan, oké, we hebben wel een soort van een overgangsregeling bedongen. Dat betekent, wat zoveel betekent, dat wij als inwoners van Bunschoten, die een huurwoning zoeken, extra jaren zeg maar, op de wachttijd krijgen, waardoor je in feite zou stijgen ten opzichte van iemand die dat extraatje niet krijgt. Maar wat blijkt nu, we hebben de gemiddelde wachtcijfers opgevraagd, hè. Dan zie je dat, dat ondanks dat onze inwoners 3 jaar extra op de wachttijd krijgen, toch inwoners van Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg hoger, dus een langere wachttijd inmiddels hebben dan inwoners van Bunschoten, ondanks die extra 3 jaar. Ja, ja. En dat blijkt ook dus uit de toewijzing van de woningen, zoals dat recentelijk dan in Ringens-Wetering is gebeurd. Hè? 10 van de 33 ja. van het Pacuus en 4 van de 9 van, ja. het, van, ja. van die rijtjeswoningen. Ja. Dus ja. Ik denk dat er op zich best wel een serieus punt is, ja. waar we met elkaar toch ook ja. wel eens een keer goed naar mogen kijken. Om te kijken of dit ja. Inderdaad wel de weg is waarop we verder moeten. Ja. Huig van Barneveld met name van jullie in de commissie, die was nogal geïrriteerd over zeg maar, de met enige stemverheffing sprekende wethouder. Hè? Dat vond hij niet zo prettig. Hè? Nou, wat Huig met name denk ik stoorde was het feit dat de wethouder niet inhoudelijk inging op zijn argumenten. Mm. Hè? Ja. En ik denk dat dat met name dus het punt was waarop Huig... Ja. En hij vroeg, heeft in tweede instantie ook nog een reactie gevraagd van de wethouder. Okay. Dus, ja. Okay. Ja. Ja, maar het geeft toch wel aan dat de wethouder daarin toch wel enigszins geïrriteerd is over de manier waarop jullie hem bevraagd hebben, denk ik. Hè? Ik weet het niet, misschien hebben we wel een punt. Ja, hè? Dus dat, ja dat denk ik ja. wel. Dus, ja, wel heel bijzonder. Ja, dat was... Ja, goed, de wethouder meende op die manier te moeten reageren. En ja, goed, dat is zijn keuze. Ja, ja. uiteraard ja, natuurlijk. Dus, ja. Een andere was de landschapstafel. Dat was een landschapstafel. Er is aan dat landschapsfonds is ooit 40.000 euro subsidie gegeven. Hè? Er was een landschapstafel, heb ik begrepen, en die is op een gegeven moment verdwenen. Jullie hebben er vragen over gesteld. Hè? Ja. Waar is die gebleven en wat doen we nou? Ja, ja want er is in het verleden 40.000 euro subsidie verleend aan het landschapsfonds om daar onder andere dus die tafel voor op te zetten, denk ik. Hè. Ja, misschien dus, educatief om ja, om, hè, precies. Ik heb hem zelf nooit gezien, maar het schijnt in de vorm van een iPad te zijn waarop je dus het... waarschijnlijk interactief, zeg maar, wat zaken met betrekking tot het landschap kunt opvragen. Nou ja, het is 40.000 euro. Ik weet niet of die alleen daarvoor is gebruikt. Mm. Maar door de perikelen die er zijn ontstaan tussen het bestuur van het landschapsfonds en Eemhoeven. Ja. Eemhoeven, ja. Eemland. Oh, Eemlandhoeven. Eemland, ja. Hebben wij inderdaad, denk ik, terecht even gevraagd van jongens, hoe staan we er nou eigenlijk mee? Want is dat geld nu weggegooid, die 40.000 euro? Of krijgen we straks weer opnieuw een verzoek? Kortom. En hebben jullie antwoord gekregen op die vraag? Waar is die tafel gebleven en waar is dat geld gebleven? Ja, jawel hoor. De wethouder heeft er op zich, laat ik zo eens in die zin, op het volgende op geantwoord dat hij sowieso dat gesprek heeft gehad. Hè, want er zou nog een gesprek plaatsvinden. Ja, dat gesprek is met name, of tenminste een belangrijk deel, denk ik, gevoerd rond deze tafel. En ja. Die tafel is nog is boven water, om het zo te zeggen. Ja. En in de woorden van de wethouder is die ook veiliggesteld, dus die is in het bezit van de gemeente. Maar goed. Ja. Van hoe of wat? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk. Dus we hebben er nog een beetje gemengde gevoelens over, om het maar zo te zeggen. Ja.
Nou ja, ik denk dat het toch wel goed is om daar eens even de vinger op bij de pols te leggen over dit soort dingen. Hè? Wat gebeurt er daarmee? En verdwijnt het? Of kun je het nog een keer hergebruiken? Ja, ja, nou ja, precies. Maar goed, dat onderzoek dat loopt op dit moment. Ja. Ja, ja. Ja, hoe kijkt de SGP naar de schade van de jaarwisseling? Is nu voorlopig geschat op die 5300 euro. Ja. En dat is al zakelijk gebeurd, zeg maar, aan putdeksels en aan verkeersborden. Hè? Ja. Hoop geld, tenminste. Nou ja, elke euro is eigenlijk te veel. Hè? Maar ja. Hoe kijken jullie ernaar? Wat zou je daar nou aan doen kunnen, Bram? Ja, nou, ik denk wel dat het goed is om er wel op te merken, denk ik, dat de gemeente er best wel veel aan doet om, ja. Om de schade zoveel mogelijk te beperken. Door preventief al zaken te ruimen. Hè? Of te ruimen in ieder geval af te nemen, veilig te stellen. Ja. Precies. Ja, ja. Volgens mij zien we ook dat de schade ook wel geleidelijk aan terugloopt. Ja, want het is in voorgaande jaren nog wel eens meer geweest, heb ik begrepen. En ja, kijk. Wij denken dat het misschien zinvol is om nog intensiever eigenlijk de waanzin. Van het vernielen van die spullen, zeg maar, om nog intensiever en misschien nog iets eerder ook al duidelijk te communiceren van dat niet, dat eigenlijk, ja, dat je eigenlijk andermans spullen in feite eigenlijk vernielt. Ja. Hè? Ja, en gemeenschapsgeld. Hè? En dus, ja, precies, gemeenschapsgeld, ons geld in feite eigenlijk, ja. kost ons geld. Dus ja, ik denk dat de gemeente in preventieve zin op zich al veel doet om dingen veilig te stellen en misschien dat we in de communicatie, in de bewustwording, nog iets meer kunnen doen om, om jongelui ook te bereiken in de zin van, wat begin je aan, doe het dan niet. Ja. Ja. We zien gelukkig de tijdstippen waarop afgestoken kan worden natuurlijk ook al beperkt wordt. Hè, dus dat helpt denk ik ook wel. Ja. Maar goed, 5300 euro vinden we ook nog wel steeds te veel. Ja, oké. Okay. Ja, dan weer een hele andere. Jullie hebben een brief besproken in de raadsvergadering van de SSE ten opzichte van de VVV. En dat gaat dan met name over de vergunningverlening straks bij evenementen. Hè. Is daar nou, wat je in de wandelgangen wel hoort, is er een machtsstrijd bezig tussen de SSE en de VVV? Ja, ik weet niet of die afkortingen voor de luisteraars helemaal helder is. Dus zeg maar dat SS, dat is dus de Spakenburgse evenementen. Ja, Stichting Spakenburgse. Stichting Spakenburgse evenementen. Nou ja, en de VVV denk ik, dat is wel een bekende. Ja. Hè? Ja. Nee, precies. Hè, dus de VVV heeft eigenlijk de organisatie van de Spakenburgse dagen eigenlijk, zeg maar, ja, uit moeten besteden aan een stichting, door daar een stichting voor op te moeten zetten. Dat is juridisch, moest dat op die manier opgezet worden, omdat VVV subsidie krijgt van de gemeente en ze daarnaast ook nog commerciële activiteiten onderneemt. En ja, dat kan eigenlijk niet samen gaan. Vandaar dat er dus een aparte stichting is opgezet voor het organiseren van die Spakenburgse dagen. En dat zijn twee verschillende besturen ook, VVV-bestuur en dat SSE-bestuur? Ja, dat zijn twee verschillende besturen waarbij de SSE eigenlijk een aantal dingen organiseert in opdracht van het VVV. Ja, en nou zien we inderdaad dat die twee rollenbollend over straat gaan, hè, want zo zou je het bijna wel kunnen noemen. Hè. Dus, en ik denk ook wel hoor, of tenminste, ik zou zeggen, de raadsbreed zijn het er wel over eens dat dit eigenlijk een beschamende vertoning is. En we hopen ook, en als raad hebben we ook een brief opgesteld, raadsbreed door alle partijen ondertekend, richting de VVV en de SSE. Dus eigenlijk aan alle betrokkenen om toch alsjeblieft weer samen het gesprek aan te gaan en proberen tot een oplossing te komen. Ja. Maar de burgemeester, die is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verlenen van die vergunning. Hè? Ja. Wat je ervan hoort en wat je er ook van leest, is dat hij toch eigenlijk wel bijna in een dilemma zit van wat moet ik nou? Hè? Dat heeft hij ook zo letterlijk gezegd. Nee, dat klopt. In de raadsvergadering. Ja. Dus ja, daar zit hij straks natuurlijk wel mee. Ja, de burgemeester die moet, want het probleem is namelijk dat zowel het VVV als de SSE, die hebben beide zeg maar een vergunning ingediend om die Spakenburgse dagen te organiseren voor dit jaar. Ja.
Ja. En de vergunning kan maar aan één partij worden gegeven. En de burgemeester die heeft dus beide aanvragen zeg maar, op een aantal criteria beoordeeld. En komt tot de conclusie dat ze allebei aan die criteria voldoen. Maar toch moet kan die maar aan één partij die vergunning verstrekken. Dat wordt dus Salomons oordeel. Ja, en hij heeft nu al een voorlopig besluit genomen door de vergunning aan de VVV te verstrekken. Hè? Maar dat was even het punt waar SSE dus niet mee eens is. Nee, want die SSE die voert dus nu in principe dus zeg maar projectmatig ook die Spakenburgse dagen toch uit. Hè? Door de opzet, door kramen wat er praktisch mee bij komt kijken. Ja. Dus als hij nou straks zegt, dat doen we niet meer, dan heeft de VVV een probleem. Nou ja, het punt is natuurlijk, kijk, als de VVV de vergunning krijgt en de SSE niet, dan mag de SSE niks doen. Maar de SSE heeft wel beschikking over de draaiboeken en die heeft wel beschikking over het podium en de praktische invulling eigenlijk. Ja, die hebben inderdaad de praktische zaken, die zijn allemaal bij hun belegd in feite eigenlijk. De VVV heeft in feite, die moet alles opnieuw weer gaan opzetten. Ja. Dus, en dat is ook een belangrijke zorg vanuit de raad. Hoewel wij als raad er eigenlijk niks aan kunnen doen. Nee. Maar wij zien natuurlijk wel in dat er een mogelijk risico in zit. Dat de organisatie van de Spakenburgse dagen zijn. Maar dat dit jaar zeg maar best eens een probleem zou kunnen worden. Ja. Zijn wij niet alleen de raad niet blij mee, maar ik denk dat niemand van Bunschoten daar blij mee is. Dus. Nee, want ik bedoel, ze sturen natuurlijk wel een brief naar de raad, hè, naar het college, want jullie hebben die brief gehad, toch? De brieven, die zijn, ja, wij hebben inderdaad als raadsleden allemaal twee dagen van tevoren een hele uitgebreide briefwisseling ontvangen. Ja, met andere woorden, een noodkreet, help, want we weten het niet. Ja, nee, precies. Dus, ook zij zien, zij hebben zoiets van, wij hebben het 25 jaar, hebben wij de vergunning ook gekregen. We hebben 25 jaar naar tevredenheid gedaan. Het is altijd goed geweest. Het is alleen maar beter geworden eigenlijk. En één keer houdt het op. Ja. Dilemma. Dus dat is een heel lastig dilemma inderdaad. Maar nogmaals, we hebben als raad een oproep gedaan om toch het verstand te laten zegevieren. Ja. En tot een oplossing te komen. Oké, we wachten het af, Bram, wat er aan het gebeuren. Hey, als laatste, want we hebben heel veel dingen bij de kop gehad, die actueel geweest zijn en nog steeds zijn natuurlijk. Ja. Vooruitkijken naar de komende 2 jaar, hè? Want nog 2 jaar, hè, dan zit de eerste raadsperiode van 4 jaar erop. Hè? Hoe kijkt de SGP zeg maar, naar de komende 2 jaar? Ja, in zekere zin wel met vertrouwen. Hè? Dus, maar goed, dat is een beetje een open deur misschien. Ja. Nee, maar goed, er zijn, laat ik zo zeggen, kijk, wij zien natuurlijk in Bunschoten een prachtige gemeente. Hè? Daar zijn we het allemaal over eens. Hè? Een vitale, levenskrachtige participatie, samenleving, hè? zou je kunnen zeggen. Hè? Want, dat is zo. Dat hoor je ook links en rechts om je heen, dat hier gelukkig dat opkomen voor elkaar, dat al voor een belangrijk deel is gerealiseerd. Ja. Hoewel er natuurlijk best wel punten zijn voor verbetering. Ja. Maar voor de komende 2 jaar denken we dat wij kritisch moeten blijven zeg maar, op onze financiële situatie. Hè? Financiën van de gemeente Bunschoten, hoewel we wel een sluitende begroting hebben, kennen we toch wel belangrijke risicopunten. Maar even de schuldpositie, de grondpositie. Dat zijn allemaal zaken waarbij we toch, waarbij we toch goed vinger aan de pols moeten houden. Ook denken we dat, dat zullen we ook zeker proberen aan de orde te stellen. De ontwikkelingen rond wat er allemaal gebeurd zijn, maar om het toerisme zeg maar, aan te wekken. Hoe goed dat misschien ook mag zijn, zeker ook voor de middenstand. Hè. Toch proberen de vinger aan de pols te houden. Ja. En daarnaast onze waarden en normen. Hè? Ja. Belangrijk punt. Sommigen vinden dat we daar betuttelend in zijn. Hè? Maar goed, als je aan de andere kant kijkt naar. Neem dan maar de reclameborden. Hè? Ja. Als we reclame gaan maken voor houseparties en voor.
En voor een Christine Leduc, waar toch een sekswinkelketen achter zit, dan denken we dat we daar toch wel een belangrijke punten hebben waar we op moeten, de vinger bij moeten leggen. Ja. Want nogmaals, ja, we vinden een heleboel dingen goed, maar niet ten koste van onze principes. Okay. Ja. Helder. Bram, ik vond het een fijn gesprek. Ik vond het heel fijn dat je mijn gast was. En ik wens je uiteraard voor de komende tijd het allerbeste en sterkte toegewenst in je politieke werk. Dankjewel. Graag gedaan. Dames en heren, dit was Los Politiek. Mijn gast vandaag was Bram van Goor. Hij is raadslid voor de SGP in onze mooie gemeente Bunschoten. Dank voor het kijken. Tot ziens. Dag.